Hallo, welkom bij Draadje Los, bij Draadje Door de Week, aflevering 125. Ik weet niet of ik het uur ga halen. Daar ben ik niet helemaal zeker van. Ik ben wel heel druk geweest met van alles en nog wat. Maar een deel daarvan kan ik gewoon niet laten zien. Nou, onder andere ben ik heel druk hiermee bezig geweest. Jullie zien me nu ook bezig. Ik laat ondertussen lekker mijn handjes wapperen, valt er ook nog wat te zien. Maar goed, ik ga eerst even vertellen voor de nieuwe abonnees. In Draadje Door de Week vertel ik altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Als ik aanwinsten heb, dan vertel ik daar ook over of ik laat ze zien. Ja, als het tenminste handwerk of YouTube gerelateerd is natuurlijk. Een vaste rubriek in Draadje Door de Week is Draadje gaat vintage. Dan zoek ik altijd een heel oud patroon uit een oud tijdschrift of een oud boek. En dan ga ik dat maken. Het zij precies zoals het er staat. Het zij op mijn eigen manier of met andere materialen. En een vrij nieuwe, maar inmiddels ook vaste rubriek in dit Draadje Door de Week is de tip van de week. En dit keer heb ik er twee. Een leuk techniekje. En wij zijn gisteren, het is vandaag vrijdag dat ik dit opneem. Gisteren zijn wij naar een museum geweest. En daar heb ik even het een en ander gefilmd. Want dat was wel leuk ook voor. Ik heb daar in ieder geval de handwerkgerelateerde dingen. Heb ik even wat van gefilmd. En dat laat ik zo ook eventjes zien. Dat was heel leuk. Echt een leuk dagje. En ik heb ook een techniek tip vandaag. Techniekje wat ik wil laten zien. En dan denk ik dat we al aardig tegen het uur aan zitten. Zo alles bij elkaar. Want sinds mijn draadje door de week om 7 uur 's avonds op zaterdag met première is, moet er natuurlijk wel een beetje tijd zijn om met elkaar te kletsen. Dus ik probeer wel ongeveer aan een uur te komen. Ja, ik kan niet garanderen dat dat altijd lukt, maar in ieder geval wil ik minimaal 3 kwartier hebben. Ja, want anders is het de moeite van de chat niet waard, vind ik dan. Dus ik doe mijn best. Meer kan ik niet doen. Nou, ik zit nu voor het eerst mijn draadje dus te filmen in mijn nieuwe studio. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik noem het ook gewoon lekker mijn studio. Vind ik leuk. Klinkt heel officieel. En dat vind ik ook eigenlijk wel leuk. En het was even vogelen, even uitproberen van waar, onder welke hoek kan ik hier het beste filmen. Want mijn nieuwe plek, daar valt het licht anders binnen. En ik moest het een en ander toch veranderen. En moest ook een aanschaf doen. Dat horen jullie zo ook wel. Om het hier werkbaar te maken. Maar dat is dus gelukt, denk ik, vind ik. Dus het kan zijn dat het geluid ook een beetje anders is dan het was. Het is natuurlijk een andere ruimte. En wat sowieso is dat als hier anderen in huis zijn. En vooral Pieter, want die heeft heel veel hobby dingen op zolder. En als hij op zolder is, dan kan het zijn dat jullie eventjes een bureaustoel horen rollen. Of, want de trap van de zolder naar beneden, die loopt in mijn inloopkast boven. Daar zit de inloopkast zit onder de zoldertrap. En als die dus de trap op of afloopt, dan zul je dat horen als ik aan het filmen ben. Ja, het is gewoon een huis met een gezin, een normaal huishouden. En als er niet heel veel kabaal is, dan hoort dat er ook gewoon bij. Dat zijn huiselijke geluiden, vind ik, denk ik dan. Dus dat zal een beetje anders zijn, misschien hier en daar, dan je gewend bent. Maar ja, dat is voor mij ook een beetje wennen. Nou, jullie zien het al. Ik zit hier het sashiko te doen op mijn ruitjesstof. Nou, de serie is inmiddels begonnen. Hè. Je hebt inmiddels deel 2 al kunnen zien met de eerste steek. Maar ik ben vooruit aan het werken natuurlijk. Want als ik een steek film op een wit lapje om voor te doen, dan wil ik dat mijn lapje waar ik het op toepas al klaar is om te kunnen laten zien hoe het op die ruitjesstof wordt. En daar ben ik dus heel erg veel mee bezig op dit moment, want ik wil een beetje vooruit gaan filmen. We gaan binnenkort 2 weekjes met vakantie.
We blijven gewoon in Nederland hoor. En daar zal ik waarschijnlijk wel wat filmen, maar je moet op zo'n park altijd maar afwachten wat de kwaliteit van de wifi is. Ik kan ook niet garanderen of ik dan ook echt een volledig draadje kan uploaden, want soms is de wifi op zo'n park zodanig dat het uploaden van een simpel filmpje een hele nacht kost. Dus dat zullen we moeten afwachten. Maar daar wil ik in ieder geval de tutorials wil ik dan vooruit hebben gefilmd. Dus vandaar dat ik nu helemaal de tandjes zit te werken om ja, in ieder geval voor de 2 weekjes dat we weg zijn, dat die tutorials er in ieder geval op staan. Zodat ik dat niet daar hoef te doen. Dus daar ben ik heel druk mee. Maar ja, goed, daar kan ik dus heel weinig van laten zien. Want ja, dat ga ik natuurlijk niet weggeven. Ik ben ook heel druk geweest van de week. Het was mooi weer. Niet meer zo heel warm, maar wel lekker weer om buiten te zijn. En toen ben ik bezig geweest met het verven van lapjes. Ik had op het handwerkfestijn een heel oud laken van katoen en een oud laken van linnen. Daar heb ik wat stukjes afgescheurd. En die lapjes die heb ik geverfd met uienschillen en avocadoschillen. Een soort afdrukjes gemaakt, beetje, ja, een soort ecoprint. De resultaten daarvan, die vond ik zelf heel verrassend. Echt wel leuk ook. Maar dat kan ik dus ook niet laten zien, want dat komt van de week op mijn kanaal. En ja, dan ga ik natuurlijk nog niet het resultaat laten zien. Dat hou ik nog even spannend. Maar dat het verrassend is en dat de resultaten leuk zijn, dat, of tenminste, ik vind ze heel leuk. Dat kan ik dus wel garanderen. En ja, voor de resultaten en hoe ik dat dan gedaan heb, dan moet je gewoon van de week even kijken naar mijn video, want die heb ik natuurlijk niet voor niks gemaakt. Dus dat kan je van de week allemaal zien op mijn kanaal. Maar goed, dat kan ik dus niet nu laten zien. Wat ik wel kan laten zien, ik krijg even mijn draadje af, want dan is die maar klaar. Wat ik wel kan laten zien, is het lapje van de weekopdracht van Catherine van vorige week. Voor deze week ben ik nog niet aan begonnen, maar ik heb daar wel al een idee voor. Dat laat ik zo even zien. Maar mijn lapje van afgelopen maandag heb ik inmiddels klaar. Ik had vorige week al laten zien dat ik die mandala aan het maken was. En dat deed ik. Die lapjes die zette ik vast met heel dicht tegen elkaar staande steekjes. Zoals je nestelgaatjes afwerkt. En dat was best veel werk. Dat kostte veel meer tijd dan ik dacht. Maar dat is dus nu klaar. En toen van de week kwam ik op het idee, ik wilde dat al heel lang eens doen, een spiegeltje borduren. Ik had ooit eens ergens gezien, dat patroontje zit ook ergens in mijn hangmappensysteem. En ik wilde dat al heel lang eens een keertje uitproberen. En dat heb ik nu gedaan. En ik vind het voor een eerste keer eigenlijk heel goed gelukt. De eerste paar steekjes had ik niet helemaal goed gedaan. Maar toen was ik rond, toen dacht ik, nou, als ik daar nog een paar steekjes overheen doe, dan valt dat niet meer zo op. En ik vond dat zo leuk om te doen, maar ik vond het ook heel leuk, ja, sowieso om dat vaker te doen. Maar ik vond het ook heel leuk om dat jullie eens te laten zien. Dus het borduren van een spiegeltje, want je kan natuurlijk er niet doorheen. Dit is trouwens een grote paillette, hè? Dit is geen echt spiegeltje. Maar dat kan als je hele kleine spiegeltjes hebt. Maar dit is een grote paillette. Daar kan je niet zomaar doorheen steken. Dat moet je er dus omheen vastzetten. En het leek mij heel leuk om dat jullie ook te laten zien hoe je dat doet. Je kunt het zo vinden op internet. Als je googelt op spiegeltje borduren, dan krijg je precies die pagina via Pinterest die ik ooit is ook, die ik ergens nog op papier moet hebben liggen. Maar zo stap voor stap van een papiertje, dat is best lastig. Deed in het begin ook fout. Dus ik laat het jullie zien. En ja, ik doe dat dan wel links, want ja, ik ben nou helemaal links. Maar ik laat jullie dat wel zien. En als je nou denkt van nou, ik wil dat doen en ik wil ter ondersteuning, wil ik dat op papier bij het filmpje, dan kan je dat gewoon vinden als je googelt op spiegeltje borduren. Maar dit wordt dus een tutorial hoe ik dit heb gedaan. Ik vind het weer een hartstikke leuk lapje, dus die kan bij mijn collectie. Nou, de opdracht voor de komende week was iets met ja, relief, plooien, vouwen, frommelen en dat dan vastzetten met hele dunne stof op een ondergrond. Even mijn thimble af.
Vond ik ook een leuk opdrachtje. Daar ben ik nog niet mee begonnen. Maar ik laat het wel zien. Ik neem een lapje flanel als voeding. Ik vind het altijd fijn om een beetje body te hebben. Heb ik een heel donker lapje. Zwart met een donkergrijs kriebeltje. Maar dat zie je straks denk ik niet meer. En ik had een paar lapjes van het hele dunne. Ja, het zijn eigenlijk sjaaltjes. Het is ook afgewerkt. Knalroze valen. Nou zat ik eerst te denken om dat in het midden te pakken. En dan zo vanuit het midden te draaien. En dan een soort cirkel te maken. En dan die stralen zo vast te zetten. Maar dan denk ik, ja, dan krijgt dat weer iets van roosachtig. Dat is misschien wel leuk, maar dat vond ik dan ook weer een beetje afgezaagd. Dus ik denk dat ik ga rimpelen vanuit een hoek. Zoiets. En dat ik dan daar iets mee ga doen. Vanuit één hoek rimpelen. En dat dan hier en daar even met een onzichtbaar steekje in eerste instantie vastzetten. En dan kijken of ik daar nog met siersteekjes iets kan doen. Of zoiets. Dat vond ik wel leuk om iets vanuit een hoek te doen. Verder hoe en wat en met wat voor steekje en wat voor kleur, dat weet ik allemaal nog niet. Maar ik denk dat dit zo mijn uitgangspunt gaat worden. Dat weet ik ook nog niet zeker. Het kan best zijn dat als ik ga vreubelen, dat ik dan toch ineens iets heel anders bedenk. Dat weet ik nog niet, we gaan het zien. Maar dat is een beetje, ja, een beetje nog niet zo vast omlijnd ideetje. Dus als het goed is, zien jullie daar volgende week meer van. Ja, dan heb ik wel laten zien waar ik mee bezig ben geweest. Nou, verder ben ik dus heel druk bezig geweest met het inrichten van mijn studio. En ik heb toch eventjes nu een nieuwe tour. Hè? Mijn inloopkast hadden jullie al gezien. Maar nu is het wel zo'n beetje klaar. Er gaat steeds meer mee van beneden naar boven toe. Dus ik heb dat even gefilmd en dat gaan jullie nu zien. Nou, zijn jullie klaar voor een studiotour? Dit is dus de deur in. Ik zou eigenlijk hierboven, hier, zou ik eigenlijk een rood en een groen lampje moeten hangen. Dat zou leuk zijn. Als het lampje groen brandt, dan ben je welkom. Is die rood, dan mag ik niet gestoord. Wat ik wel leuk vind, is eventjes hier iets ophangen waar bijvoorbeeld iets op staat als studio. Lijkt me gewoon leuk, vind ik leuk. Dit kloppertje, dat heb ik ooit eens op de Pachamama gekocht. Dat hangt er al jaren. Een vogeltje. Zit als een huis. Goed, we gaan naar binnen. Ik had natuurlijk al de inloopkast laten zien waar al mijn spulletjes in staan. Nou, het bed staat er nog. Dat gaat ook nog binnenkort weg. Maar dit is dus mijn nieuwe werkruimte CQ Studio. Werktafel, bureaustoel, bakken die op zolder stonden met spullen erin, lappen, van alles wat ik gemaakt heb en eventueel cadeau wil geven. Dat is borduurstof volgens mij. En mijn hangmappensysteem, daar kom ik zo nog even op terug. Naaimachine. En mijn filmgebeuren. Ik heb een prachtige statief waar een telefoonhouder op zit. Alleen die heeft geen arm. En het is een heel mooi stevig statief. Dat zette ik altijd hier achter op tafel. En dan kon ik net filmen. Dan had je alleen maar in het bovenhoekje van het beeld. Dus hier waar mijn logo altijd zit. Daarom doe ik mijn logo ook altijd daar. Een klein stukje poot van het statief. Maar deze tafel is minder diep dan de tafel beneden. En wat ik ook probeerde en hoe ik het ook deed, of eventueel op de grond zetten, niks werkte. Op een gegeven moment leek het hartstikke goed, mooi in beeld. En toen bleek er dus gewoon een poot van mijn statief gewoon dwars door het beeld heen te lopen. Nou ja, lang verhaal kort, dat werkte dus niet. Dus toen heb ik dit ding gekocht en dan klem je gewoon aan de tafel. En ik kan, dit kan ik draaien. Het is net als zo'n, je hebt wel eens van die, ik heb beneden zo'n lamp met zo'n scharniersysteem, zal ik even laten zien. Dat werkt met veren en dan kan je gewoon naar beneden en omhoog en dat werkt perfect.
Nou, toen ben ik aan het vogelen geweest met mijn lamp. Prachtige lamp. Want je kan ook een ringlamp kopen met meteen iets voor je telefoon erin. Maar ik denk, ja, vind ik zonde. Want ik heb een hele goede daglichtlamp. Vind ik zonde om die niet te gebruiken. Van alles geprobeerd tot ik uiteindelijk, had ik natuurlijk veel eerder kunnen bedenken, op het lumineuze idee kwam om hem helemaal zo in te klappen dat ik hem gewoon op mijn werktafel kan zetten. Nou, ik heb net even wat testjes gedaan en dat werkt prima. Dus ik heb nu wel ook de spulletjes. Jullie zien hier ook de voorbereiding liggen voor mijn tutorial die ik moet gaan filmen. Dat ligt nu ook boven. Het is af en toe, want sommige dingen gebruik ik beneden en boven. Want als ik bijvoorbeeld, zoals dit werkje, ik ben nu vooruit aan het werken. Dat zie je hier liggen. Maar dat doe ik het liefst gewoon beneden op de bank. Dan zit ik onderhand YouTube te kijken. En ik moet dus even goed bedenken van wat moet ik waar hebben. Moet ik iets mee naar boven nemen? Moet ik misschien iets mee naar beneden nemen? Dat is natuurlijk even wedden. Dus het zal vast wel verschillende keren gebeuren tijdens het filmen van bijvoorbeeld een tutorial dat ik toch even naar beneden moet om iets te halen wat ik vergeten ben. Ja, dat kan. Ja, mijn hangmappensysteem. Die stond ook op zolder en die staat hier mooi onder. Ik zal hem even tevoorschijn halen. Dit kleedje trouwens, dit is nou Beiers Bont. Je hebt misschien wel eens gezien, werd heel veel in verzorgingshuizen gedaan. Mijn oma heeft dat heel erg veel gedaan. Dit kleedje heeft mijn oma ook gemaakt. En dat heet, mensen hebben het misschien wel gezien, maar weten dan niet dat het zo heet, Beiers Bont. Dat is stof met ingeweven draadjes. En onder die draadjes, dus je blijft boven de stof, je steekt alleen maar onder die draadjes door. En dan kun je dus allerlei patroontjes maken. En die stof heeft twee kanten. Hier zie je dus met vierkantjes en streepjes. En de andere kant kan je ook gebruiken. Die heeft een ander motiefje. Maar deze kant kan je dus ook gebruiken om door te rijgen. Nou, mijn oma maakte daar van alles van. Keukenschorten, noem het maar op, kleedjes. En dit kleedje ligt hier over mijn hangmappensysteem tegen het stof. En hierin zitten allerlei patronen die ik verzamel. Losse patroontjes die ik ergens uit heb gehaald. Kopietjes uit boeken bijvoorbeeld. Dat ga ik van de week even uitzoeken, want het oud papier gaat ergens deze week. Want er zit best wel nog wat het een en ander tussen wat ik misschien niet meer, eigenlijk niet meer gebruik. Ik heb nog een aantal lege mappen. En bijvoorbeeld haak- en breipatronen, die heb ik altijd allemaal beneden liggen nu in mappen. En die wil ik ook eens goed gaan uitzoeken. Je interesses veranderen op een gegeven moment, hè. En dan zijn er toch vaak dingen die je niet zo leuk meer vindt. Of die je wel al eens gemaakt hebt en dan viel dat tegen. Ja, waarom bewaar je dan zo'n patroon? Dus dat ga ik even uitzoeken, zodat al mijn haak- en breipatronen ook hierin kunnen. Dan heb ik gewoon alles wat patroon is en niet in boeken zit, heb ik dan bij elkaar. Dus dat is nog een andere klus. Maar ja, nou, de inloopkast is onderhand wel een beetje vol nu. Alles wat ik nodig zou kunnen hebben. Ik heb nog een aantal bakjes leeg. Dus die zijn gauw genoeg gevuld. Ik heb onder de wastafel ook nog ruimte. Er staat beneden nog een tas met actueel spul. Die wil ik ook even hier neerzetten. Dus hier wordt het steeds gevulder. En beneden wordt het steeds leger. We hebben weer gewoon een normale, vrij lege tafel. Een bureaustoel. Ik heb een prullie neergezet. En nou, ik heb dus van links heb ik dus daglicht. En dat geeft rare schaduwen bij het filmen. Dus ook overdag heb ik mijn lamp aan de andere kant aan. Nou, en dan heb ik dit een beetje als uitzicht. Onze tuin. Dat hoekje hier links, dat is de uitbouw van de keuken. Onze tuin. Je ziet alleen maar een beetje bomen zo. Tuin van de buren. Maar ja, ik zit hier dus heerlijk. Ik heb het raam wijd open nu. Lekker frisse lucht. En 's avonds kan ik lekker de gordijnen dicht doen als ik dat wil. Ik laat nu ook mijn kamerdeur openstaan. Want Jasper zit muziek te luisteren. Daar heb ik geen last van. En Pieter is even lekker fietsen. Dus ja, ik ben super blij met mijn studio. Nou, ik ben er in ieder geval heel blij mee met mijn studio. Ja, aanwinsten. Nou ja, klem, hè, dat klemstatief waar ik heel blij mee ben, dat maakt dat ik hier nu probleemloos kan filmen. En mijn
Timbal. Ik weet niet of ik hem al had laten zien. Het is gewoon een ringetje met een schijfje eraan. En dat doe je dan om je middelvinger. Wel andersom, zo. Want het moet hier over je stukje hand zitten. En daarmee kun je dus je naald aanduwen bij het werken. Als je dan zo zit in te steken, dan kan je hem dus hierop laten rusten. En dan kan je dus steekjes maken en de stof tegenhouden en hiermee doorduwen. En dat werkt echt, ik ben er heel blij mee. Dat werkt echt goed. Dus ja, dat voor wat betreft de aanwinsten. Ik heb verder niks gekocht of gekregen. Dus ja, daar kan ik kort over zijn verder. Draadje gaat vintage. Ja, daar kan ik helaas. Moet ik daar ook heel kort over zijn. Want daar heb ik echt geen steek aan gebreid. Daar ben ik gewoon niet aan toegekomen. Ik had die tutorial voor. Of, ja, mijn. Bezig met die lapjes verven. Daar was ik mee bezig geweest. Dat heb ik gefilmd. Ik ben dus inderdaad bezig met het voorbereiden van die tutorials. Dat ik die op tijd kan filmen voor het. Sashiko meets Fishy. Dus daar ben ik gewoon ja, te veel mee bezig. En inderdaad mijn kamer inrichten en zo. En een hoop opruimen. Dat kost ook veel tijd. Goed opruimen kost best veel tijd. Dus ik ben er gewoon niet naartoe gekomen. Ik hoop jullie volgende week daar meer van te laten zien. De tutorial voor het breien van dat vintage mutsje heb ik ook wat naar achteren geschoven. Die gaat er wel komen. Maar nog niet op heel korte termijn. Ik kwam namelijk ook iets tussendoor fietsen. Iemand had het laatst in de chat bij Miranda, had laatst iemand het over crow knitting. Het is al een beetje wat oudere techniek. Het is eigenlijk gewoon tunisch haken, waarbij je een dubbele haaknaald gebruikt. Nou, ik gebruik dubbele haaknaalden voor in het rond tunisch te haken. Maar je kan er ook mee heen en weer haken en dan kan je daar met kleur mee spelen, wat je met een gewone tunische haak niet kan. En dat resultaat lijkt op breiwerk. En vandaar dat ze het ook zo noemen. En iemand had daar iets over gezien. Toevallig heb ik dat ook voorbij zien komen. En toen dacht ik zelf al van, oh, dat is leuk om een keer te laten zien. En toen bleek inderdaad van, nou, het zou leuk zijn als dat, als, ja, want ik heb het nog niet in het Nederlands kunnen vinden. En dat is voor mij net iets makkelijker te filmen nog even dan dat mutsje. Want dat moet ik toch eerst zelf nog afmaken. Dus ik dacht, nou, in het kader van het vooruit willen filmen, ga ik dat eerst doen. Dus dat komt er binnenkort ook aan. Ja, dus even geen vintage project. Ik hoop dat volgende week te kunnen laten zien. Nou, dan zijn we beland bij de tip van de week. En de eerste tip is een museum. Wij zijn gisteren, ik vertelde het al, naar een museum geweest. Het museum van de 20e eeuw. En dat staat in Hoorn. En dat is een heel leuk museum. Wij waren er al eens eerder geweest. En die vaste tentoonstelling is heel leuk. Als je een beetje ja, van oude dingen houdt, dan is dat heel leuk. Van de afgelopen eeuw dus. Ja, een heleboel dingen uit je eigen kindertijd, zeg maar. Dat is gewoon heel leuk om te zien. Maar er was nu ook een tentoonstelling in het kader van 90 jaar Lego. Nou, Jasper is een ontzettende Lego-fan. En die vond het wel leuk om mee te gaan. En ik moet eerlijk zeggen, ook als je niet zo heel erg van de Lego... Ja, ik vind Lego wel leuk, maar niet om het bijvoorbeeld zelf te doen. Maar ook als je Lego niet zo heel erg bijzonder vindt, is dat toch ook een hele leuke tentoonstelling. Dat was echt, ja, we hebben echt, er was heel veel te zien. Nou, ik ben daar wat aan het filmen geweest. Het Lego heb ik niet gefilmd, want ik ben er niet helemaal zeker van of dat in verband met merkenrechten, copyright, poktrooien, weet ik veel wat, of dat wel zomaar mag. Of dat zomaar op YouTube mag zetten. Dus dat gok ik liever niet. Dus dat heb ik niet gefilmd. Wat ik wel heb gefilmd is een paar dingetjes van de vaste collectie. En er zijn gewoon een aantal huiskamers en keukens ingericht uit verschillende decennia. Dus 1910, rond 1920, 30, 1960, 1950, maar ook 1970. Heel leuk. En ik heb daar ja, een paar algemene dingetjes, maar ik heb daar vooral wat dingen die handwerk of hobby gerelateerd zijn, heb ik daar uitgepikt om te filmen. Bij lange na natuurlijk niet alles en dat zou ik ook niet leuk vinden, want het museum, als je een beetje in de buurt bent of komt, is dat museum gewoon echt wel de moeite waard.
En ja, en als ik dan alles al laat zien, dat is natuurlijk niet leuk. Dus ik heb wat dingetjes die met handwerken met name te maken hebben, heb ik laten zien. En wat algemene dingetjes, maar niet te veel. Dus als je besluit om daarheen te gaan, dan is er nog veel meer te zien dan wat ik in dit filmpje laat zien. Ze hebben ook nog een depot met allemaal dingen. Ook nog afdelingen met allerlei oude apparatuur. En het is gewoon heel leuk. Het is eigenlijk voor het hele gezin is het leuk. Dus goed, jullie gaan dus nu een impressie zien van een stukje van de vaste tentoonstelling. Gaan jullie nu zien. Nou, we zijn hier in Hoorn voor een dagje uit. En we gaan zo meteen naar het museum van de 20e eeuw. Dat is sowieso een leuk museum. Maar het heeft op dit moment een Lego tentoonstelling. En Jasper is ook vrij, die heeft ook vakantie en die vond dat ook wel leuk. Dus daar gaan we straks een kijkje nemen. En als het mag en kan, dan vind ik het wel leuk om daar ook een stukje te filmen. Hier de straat, we zitten hier bij de Oosterhaven. Even een beetje proberen een soort shotje te maken. Dus we gaan zo meteen het museum in. Even een leuk doorkijkje richting de oude stad. Dus we gaan zo het museum in. Museum van de 20e eeuw. 90 jaar Lego. Nou, hier zie je een hele oude kamer, begin van de eeuw, met een harmonium. Dat is wel leuk, hè? Natuurlijk de sok, naaidoos, sokstop. Het harmonium, oftewel psalmenpomp werd die ook wel genoemd. Nog een naaidoos. Je ziet af en toe mijn vinger in beeld. Het is lastig hoor, filmen op locatie. Een droogrek. En ja, dit is echt heel grappig. Zo'n meisjes bezinnen. En dan krijg je een hele rits van wat ze allemaal moeten leren. Wassen, strijken, boodschappen doen, koken, noem maar op. Dit leren. En dan beginnen. Dus je moet niet, vooral niet trouwen voordat je helemaal van A tot Z het doen van het huishouden hebt geleerd. Een aantal oude advertenties, wel heel leuk. De gezinsfles, havermoutpap. De gezinsfles cola, dat waren toen nog gewoon kleine flesjes, hè. Gewoon een kleine glaasjes. Nog een wat iets modernere naaidoos, ook al oud. Daar zijn er heel veel van trouwens in het museum. Nou, ik zei al, ik heb een beetje meer, ja, een beetje de textielerige dingen. Jaren 70, knaloranje, voert de boventoon, grammofoon. Dat servies, dat kon je bij Douwe Egbert sparen. Toen kreeg je tenminste nog wat voor je punten. En het welbekende tomadorekje. Heel populair voor wat boeken. Dat had bijna iedereen had dat. Nou, wasruimte met een oude centrifuge. En gewoon heel simpel, hè? Een simpel plansetje. Niks, geen toeters en bellen. Ouderwetse gijzer. En wat ik leuk vind, dit is dus een lafet. Mijn oma had dat nog in haar flat. Een lafet. Houdt het midden, zeg maar, tussen een soort van bad en douche. Nou, dit is ook weer jaren 70. Van die donkere kasten. En dat behang, ja, dit motief is een beetje de inspiratiebron geweest voor mijn Let's Go Retro tas. Ja, het fondue, typisch jaren 70. Van die bruine vakjes borden. Nou, knaloranje fornuis hebben wij niet gehad. Maar zo'n jupan heb ik nog wel. Ja, dit soort alles werd ook steeds meer van plastic gemaakt. De Brabantia, knaloranje, had het ook in paars. Met die bloemetjes. Maar dit is dus de oranje versie. Daar had je dus alles van. Broodtrommels, blikken, noem het maar op. Nou ja, dat zeg ik. Zo'n jupan heb ik nog steeds. Die zijn ook nog steeds te koop. Mijn keuken is mijn trots. Moet je nou niet meer mee aankomen. Ook alles, ja, oranje en groen, hè. Ja, ik hou er wel van. Weefwerkjes, die werden opgehangen ook echt jaren 70, hè. Van dat soort, ja, artistiekerige probeersels. Macramé. Nou, daar is Miranda laatst nog mee bezig geweest met de planten hangen. Maar hier gewoon een soort van wandhanger. Was toen heel hip, hè? Kleding, dit is een beetje jaren 20. Flapper werd het wel genoemd, oftewel Charleston. En ja, eigenlijk zonder taille ook die mode.
Helemaal met kraaltjes. Dan zie je mijn vinger weer. Oh ja, dit was leuk. Hier las Pieter dus spierstimulatie app. Wat is natuurlijk gewoon afkorting van apparaat. Ik vond het oude geld toch leuker. En hier, ja, de Fabeltjeskrant. Hartstikke populair natuurlijk vroeger. Allerlei parfenaria die je kon krijgen bij boodschappen en dingen die je kon sparen. Ja, toen had je dus echt ook al merchandising, hè. Ja, dat werd toen nog niet zo genoemd, denk ik. Maar je kon van alles en nog wat van de Fabeltjeskrant verzamelen. Een fourniturewinkeltje hebben ze nagemaakt. Ja, dat moest ik natuurlijk even filmen, hè. De oude kassa, de winkeljuffrouw in het zwart met een wit kraagje. Centimeter onder nek. Nog van die kleine spulletjes. Je ziet een rol stof. Allemaal oude dingen. Nou, daar zie je dus Jasper in het raam lopen. Dat zijn die stopdingetjes, die weefdingetjes, die tegenwoordig weer in zijn en heel duur om sokken te stoppen. Lijkt een beetje op een weefraampje. En nou ja, ik heb maar gewoon een beetje rondgefilmd. Dat soort lades waar ook de fournituren in zaten. En een paspop, moet je eens even kijken naar die taille en die heupen. Nou, dat kon natuurlijk alleen maar met een enorm ingesnoerd korset, hè. Nou, nog wat kleine dingetjes. Heel mooi kant. En van die handschoenen. Vroeger droegen beetje nette dames. Droegen altijd handschoenen vroeger. En dit zijn hele fijne gehaakte. Wil ik toch nog eens een keer proberen te maken. En dit, ja, het heet pyjama garnituur. Maar ik heb geen idee waar dat dan voor gebruikt werd. Tulle, doorgestopte tulle. Was ook een techniek die veel werd beoefend vroeger. Nou, zo'n bevallige dame. Met zo'n kapsel ook helemaal vastgeplakt. Nog kant haakwerk. Dat soort kleedjes. Komt weer een beetje terug, hè? Het komt echt weer een beetje terug. Ja, en dan weer dat pyjama garnituur. Ik heb geen idee. Het is een sluiting. Het is een beetje een soort van houtje-touwtje sluiting. Hier de speelgoedafdeling heb ik ook nog wat gefilmd. Met allerlei Barbies. En ik heb even van dichtbij. Het is niet zo gek dat dat zo duur was. Want als je kijkt naar die kleding die bij die popjes hoorde, die was echt tot in de finesses afgewerkt. Je ziet figuurnaadjes, mini-knoopjes, hele mooi afgewerkte ja, zakken, zeg maar. Eigenlijk helemaal zoals je het in het echt zou doen, maar dan in het klein. Dus het is niet zo raar dat dat zo duur was. Nog wat meer oude poppen. En dan hier het, oh ja, de serviesjes, deze serviesjes heb je nog steeds te koop. Een winkeltje waar je mee kon spelen. Voor in een poppenhuis bijvoorbeeld. Gewoon los een winkeltje. En hier allemaal knutselspul. Het punnikklosje, nog steeds te koop. Wolwikkelpoppetjes. Nou, wat tekenmaterialen, wascokrijt. Dat is ook weer, dat is nooit weg geweest eigenlijk. Maar die oude verpakkingen zijn zo leuk, hè. Ik vind dat zo grappig. Nou, en dan kom je een beetje bij de ja, matjesvlechten. Dit is een hele oude. Nou, hier zie je dan tenminste nog een jongetje en een meisje. Kralenweefraampje. Op de verpakking daarvan staan alleen meisjes afgebeeld. Hier ook kurkenmatjes met kralenrand. Dat soort ja, plakplaatjes. Veel plezier met lijmpot en papier. Plakplaatjes. Dat soort spul kan je eigenlijk nog steeds krijgen. Marblemozaïek, dat zijn van die pennetjes met dopjes, kan je ook nog steeds krijgen. Dat is de hele oude matjes vlechten. Ik zag een paar prachtige kralenbeursjes. Die moest ik natuurlijk even filmen. Die zijn gebreid. Al met al leuk. Ja, echt de moeite waard dus. Nou, dan heb ik nog een tip, een techniekje. De tweede tip van de week, een boezelhaakie. Wat is nou een boezelhaakie? Het komt uit dit boek. Ik heb dat vorige week laten zien, dit boek. Streekdrachtmotieven, stonden een heleboel dingetjes in waarvan ik dacht, vind ik leuk om eens te laten zien. En ik heb daar dus even iets uitgepikt.
Een boezelhaki is een, het komt van Marken, de klededracht van Marken. En tussen de schort en het tussenstuk, schort, bovenstukje van schort, daar werd altijd een randje ter versiering tussen gezet of opgezet. Dat kon gebreid of gehaakt zijn. Gebreid heette het een boezelbreidje, gehaakt een boezelhaki. En er staat op de volgende bladzijde uitgelegd hoe het moet. Maar vrij sumier. Dus ik was al aan het filmen en ik zat ontzettend te tobben. Uiteindelijk kwam ik op een manier die veel handiger werd. Dus filmpje weer gewist. Ik weet niet of het zo hoort, maar zo vind ik het het makkelijkst. En dat levert dus zo'n randje op. Ik vind het hartstikke leuk. Het kan ook helemaal even in één kleur of met twee kleuren. Voor de duidelijkheid gebruik ik drie kleuren. Je ziet zigzagrandjes tussen twee bandjes. En je kunt die zigzag ook nog gedeeltelijk er doorheen vlechten. Zodat hier bijvoorbeeld het groene randje boven ligt en hier het roze. Kan je ook nog verkiezen. Ik heb ze nu gewoon bovenop elkaar, want dat vond ik even het makkelijkst. Ik moest best even zoeken. Die beschrijvingen namelijk in dat boek, die zijn niet allemaal even duidelijk. En ik moest echt even zoeken hoe het moest. Maar ik heb nu, dit lijkt er het meest op, dus ik ga ervan uit dat het zo moet. Nou, waar je begint met het haken van twee losse kettingjes in de lengte die je hebben wil. Ik heb hier een haaknaald, in dit geval nummer 3, met, ik durf het bijna niet te zeggen, Hubby Bubby Katoen. En ik haak even snel twee sliertjes lossen. Niet al te lang, gewoon zo lang als ik het hebben wil. Nou, ik zat me toch te tobben met, hoe doe je dat dan aan de, want aan de ene kant je losse sliertje vastzetten met een vaste, dat gaat nog. Maar aan de andere kant zat ik, en dan zat het weer verkeerd om. En dacht ik, hoe dan? Tot ik op het idee kwam om gewoon je werk steeds te keren. En toen ging het wel. Maar ja, dat heb je dan met zo'n beschrijving. Ziet er leuk uit en dan lees je dat en dan denk je, oh leuk. En dan wil je het gaan doen en denk je, huh, er ontbreekt gewoon informatie dan. Maar goed, ik ben er uiteindelijk uitgekomen. Ik vind het wel leuk om jullie dat toch even te laten zien. Ik ga niet de steken tellen. Als je het goed wil doen, dan tel je ze uit en dan reken je uit dat het precies uitkomt. Ik doe dat even niet. Ik denk dat ze dat daar ook niet deden. Als ze een paar steekjes overhielden aan één kant, dan denk ik dat ze dat gewoon even loshaalden. En ik zat me toch te tobben en ik dacht, nou, dit is zo onhandig. Ik kan me niet voorstellen dat als ze bijvoorbeeld een hele meter zo wilden haken, want dat deden ze dan, ik heb hier gewone katoen, maar dat deden ze dan bijvoorbeeld met haakgaren nummer 5. Even ter... dat is dit bijvoorbeeld, met een hele dunne haaknaald. Dan krijg je dus een heel fijn randje, is ook leuk hè. Maar ik dacht, ja, als ze dan een lang stuk maken, ik kan me niet voorstellen dat dat dan zo omslachtig moet. Dus, en toen kwam ik dus uiteindelijk op het idee van, gut, misschien helpt het als ik mijn werk keer. En dat was het dus. Ik denk, ik kan me toch echt niet voorstellen dat dat... dat dat zo ingewikkeld is. En dat kan ik dan niet hebben, hè. Dan heb ik zoiets van, nou wil ik toch echt ook weten hoe het zit. Dus na een aantal pogingen lukt het mij ook. En dan blijkt het inderdaad helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ja, je moet het wel even uitvogelen. En dat vind ik sowieso, dat zei ik ook bij de bespreking van het boek al in Boek van de Week. Dat vind ik een beetje, dat is een beetje de kanttekening die ik bij dat boek heb. Ten eerste wordt er van uitgegaan dat je ook een aantal technieken gewoon al beheerst. Nou, dat is op zich niet verkeerd, dat kan. Maar de beschrijvingen zijn soms zo en sumier ook, dat ik denk, nou, ik weet het niet hoor, ik heb toch veel ervaring, maar ik snap eigenlijk niet zo goed wat ze hier bedoelen, dat. En ik heb ook het idee dat er hier en daar ook een foutje in staat. Maar dat weet ik niet, kom ik vanzelf tegen als ik het ga doen. Zo, ik heb hier twee sliertjes. Je ziet het al, deze is iets langer dan deze. Boeien. Nu pak ik een tweede kleur. En ik hecht aan in de eerste losse van mijn eerste losse ketting. Dat aanhechten kan je gewoon op je eigen manier doen. Je kan het met een lusje doen. Zoals jij dat gewend bent. Zo, nu zit hij vast. Ik haak drie lossen.
En nu moet ik dat met een vaste in de derde losse van deze ketting zetten. Dus 1, 2, derde losse. En dan, dat is bij de eerste steek even lastig, want ik keerde mijn werk. Dan moet ik even kijken of dat nu ook opgaat, dat keren. Nou, ik doe het maar even zo. Ik leg hem even uit de weg. En ik haak een vaste. Dus ik heb nu in mijn derde losse een lus opgehaald. En ik haak een vaste. Nu moet ik steeds 3 lossen haken. En dan steek ik steeds aan de overkant van die sliertjes. Dus nu moet ik hier hem aan vasthaken. Dan hier. Zo ga je zigzaggend rond. Ik haak 3 lossen. En nu komt het. Ik keer mijn werk. Dan gaat dat even een beetje gedraaid zitten. Even kijken hoor. Nee, ik weet het al. Ik had deze. Ga je weer? Ik had dat keren meteen al moeten doen. Ik heb 3 lossen. Ik keer mijn werk. En ik steek in de derde losse van mijn andere draadje. En ik haak een vaste. Komt die nu wel uit? Ook niet. Wat heb ik nou net gedaan? Ineens lukte het. Ik haak een vaste. Zo, dan ben ik weer net zo ver als net. Ik haak 3 lossen. 1. 2, 2, 3. Nu keer ik mijn werk. En nu ga ik hier in de derde lossen. Nee, in de vierde. Ik sla er 3 over. 1, 2, 3. En ik steek in de vierde lossen. Steek ik zo in. Dan pak ik het even van boven beet. En ik haak een vaste. Ik weet niet zeker of ik het nu goed zit te doen of zo beleven. Ik haak 3 lossen. 1, 2, 3. Ik keer mijn werk. Ja, en nu moet ik hierin. Ik moet die slierten zo neerleggen. Je moet ze van je afleggen. Nou weet ik het weer. Ik keer mijn werk. Deze zit dus nu gedraaid. Die zit niet goed. Maar dat laten we lekker even zitten. Ik keer mijn werk. Nu tel ik weer 3 steken. 1, 2, 3. Die sla ik over en in de vierde steek ik in. Je zorgt dus dat het haakwerk naar je toe zit en dat de slierten van je afhangen. Ik haal dit even uit, dit stukje, want dan wil ik dit er ook goed hebben. Want hij zit gedraaid nu en dat stoort me. Dus ik heb 3 lossen gehaakt, zit nu hier aan vast. Ik keer om. Die eerste, dat is even een probleem. Ik vind dat echt een ding. Ja, ik steek zo in. Ik heb ze dus nu, kijk. De sliertjes hangen van me af. En ik steek zo in. He. En ik haak een vaste. Nou haak ik 3 lossen. Ik keer mijn werk. En ik moet nu hierheen. Hier moet ik nu insteken. Eén. 2, 3 overslaan. En ik haak een vaste. Ik steek door mijn draad heen, maar dat laat ik maar even. 3 lossen. 1, 2, 3. Ik keer om.
Ik pak mijn sliertje naar boven. Dan zit hij dus weer gedraaid. Die eerste is dus gewoon, doe maar wat. Want ik kom hier ook niet aan. 1, 2, 3 overslaan. Volgens mij doe ik het nu wel goed. Want er komt ook steeds een draai in. Dat kan niet anders. En een vaste. Kijk, als je eenmaal die eerste vast hebt. 3 lossen. 2, 3. Nu moet ik weer in deze sliert. Dus ik keer het om. Ik pak die sliert waar die in moet. 1, 2, 3 steken overslaan. En in de vierde. Een vaste. 1, 2, 3. En dat deed ik dus net fout. Je draait niet zo, maar je draait hem weer terug. Op deze manier. Dus je draait heen en terug. He he. 3 overslaan en in de vierde een vaste. Drie lossen. Keren. Je tweede bandje pakken. 1, 2, 3 overslaan en in de vierde een vaste. Drie lossen. 3. Weer terugkeren. Dan heb je dus de achterkant van je sliert voor je. 1, 2, 3 overslaan. En een vaste. 3 lossen. Weer omkeren. De sliert waar je in moet. Dan heb je de goede kant voor je. 3 overslaan en een vaste. 3 lossen. Weer terugkeren. Dan heb je dus de achterkant van je sliert voor je. 1, 2, 3 steken overslaan en in de vierde insteken. Die allereerste vastzetsteek is dus het lastigst. Als je eenmaal een zigzagje hebt, dan zie je veel beter wat je moet doen. Kijk, daar komt hij al. Zie je? Dus weer 3 lossen. Even een stukje draad afwikkelen. Dan gaat natuurlijk een groene eromheen. Ik keer mijn werk. Ik pak mijn sliertje waar die in moet. Ik sla 3 steken over. 2, 3. En in de vierde steek ik in. En ik haak een vaste. Weer 3 lossen. 2, 3. Ik keer mijn werk weer terug. Dan heb ik de achterkant voor me. 1, 2, 3 overslaan. En in de vierde haak ik een vaste. En zo ga ik door tot mijn sliertjes op zijn. Als ik dat gedaan heb, kom ik weer even terug. Nou, ik ben nu aan het eind. En dan knip ik mijn draadje af. En ik haal hem door. Je ziet vanzelf of je de goede kant op draait. Want als je de verkeerde kant op draait, dan krijg je een draai in je losse sliertje. Dan weet je dat je het verkeerd omdoet. Dus dat is even iets waar je om moet denken. Ik vind dat nog lastiger dan je zou denken. Maar goed, het ziet er heel simpel uit. Maar dat valt nog best wel tegen. Kijk, hier zit dus een beetje een rare draai in. Omdat ik het dus niet goed had gedaan. Maar ik vind dat dat niet boeit. Nu pak ik de tweede kleur, of de derde kleur, groen, steek dan mooi af, dan kan je een beetje zien wat ik doe. En nu ga ik zo'nzelfde zigzagbandje maken, precies hier tussen. Vandaar dat je steeds 3 steken oversloeg, want de middelste daarvan die pak je steeds. Dus steek je hierin, hier maak je vaste, hier maak je vaste, hier. En dan krijg je dus een zigzagje precies afwisselend. Ja, en die kan je er dan ook nog onderdoor doen. Maar dat ga ik even niet doen, want ik vind het al ingewikkeld genoeg. Dus, ik kan nu hier insteken.
Deze steekt een stukje uit, want ik had hier bij de derde losse ingestoken. Dus ik steek nu bij de eerste losse in. Ja, die tweede toer is makkelijker, want dan zit het al aan elkaar vast. Ik haak dan drie losse en dan ga ik hem vastzetten hier in het midden. Nou, ik laat dit even zo hangen. Ik hecht mijn nieuwe kleur aan. Even met een halve vaste vastzetten. Zo. En dan haak ik drie lossen. 1. 2. 3. En die moet nu hierin. Dan voor... Ik steek gewoon zo in. Van achter naar voor vind ik het makkelijkst. Zeg ik dat goed? Nee, ik draai het. Ja, ik draai het. En dan kan ik gewoon zo insteken. In de middelste. Hier is de middelste steek. Daar steek ik in. Maar ik hou mijn naald en mijn draad boven mijn werk. Pak het even zo. Ik laat het hangen. Dan kan je zien wat je doet. Zo. En ik haak een vaste. Dan pak het een beetje tussen mijn vingers beet mijn werk. Ik haak weer drie lossen. Dan is het het handigst om eerst te kijken waar die moet zijn en dan pas beet pakken. Ik moet hier zijn, dus dit moet hierin. Dan pak ik het zo beet, zoals ik normaal ook zou haken. En ik steek gewoon in die middelste steek in. Mijn draad zit dus ook boven mijn werk gewoon. Ik steek in en ik houd mijn haaknaald boven mijn werk. Dan pak ik het zo beet, wijsvinger aan de bovenkant, en ik haak een vaste. Ik haak weer drie lossen. 1, 2, 3. Nu moet ik aan deze kant zijn, hier moet ik zijn. Dus ik draai dat naar me toe, waar ik moet insteken. Dat draai ik naar me toe. Ik zorg dat mijn wijsvinger bovenop ligt, want dan heb je het eigenlijk al goed in je handen. En dan hier de middelste van deze drie. Dus ik hou steeds mijn wijsvinger boven mijn werk. Dan kan je zien wat je doet. En ik haak hem vast. 1, 2, 3. Ik moet nu naar de overkant. Dus ik draai het weer om. En hier moet ik zijn. Ik zorg dat mijn wijsvinger aan de bovenkant van mijn werk zit. Waar mijn draadje ook overheen zit als ik om ga slaan. En ik steek weer in deze middelste in. Zo ga ik steeds naar de schuin naar de overkant. En ik haak een vaste. 1, 2, 3. Ik keer het weer zo dat ik de andere losse sliert weer voor me heb. Met mijn wijsvinger aan de bovenkant. Ik zoek de middelste steek, dat is deze. Ik steek in en ik maak een vaste. 3 lossen. 1, 2. 3. Ik moet nu weer naar de overkant. Dus ik draai mijn werk. Zodat ik het goede stukje voor me heb. Maar je ziet dus dat ik steeds mijn duim onder mijn werk hou. En mijn wijsvinger erboven. Want je aan één kant, aan deze kant, haak je voor je gevoel tegen de richting in. Maar dat is volgens mij wel hoe het moet. Ik haak weer een vaste. 1. 2. 3. Ik draai weer het goede randje naar me toe. Ik zoek de middelste van die drie steken. En daar haak ik een vaste in. Weer drie lossen. Draai het weer om. Dit stukje losse ketting, de middelste steek pakken. En een vaste haken. 1, 2, 3. Nou staat er dus heel leuk beschreven. Van ja, dan kan je ook nog eronderdoor en eroverheen. Ik zou eerlijk gezegd niet goed weten hoe. Want als ik dit eronderdoor wil halen. Dan zit ik met mijn werkdraad. Dus ik weet niet hoe ze die er doorheen krijgen.
Maar ja, misschien dat ze naar de achterkant gaan, ik weet het niet. Maar als ik dit hier onderdoor wil hebben, kijk maar wat er gebeurt als ik dat doe. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Want dan zit mijn werkdraad er ook onder. Dus ik snap gewoon niet. Of ik moet het helemaal naar beneden. Nee, dat kan niet. Je blijft. Dat je dus ik. Of ik zit niet na te denken en gewoon heel stom te doen. Dat er een heel simpel maniertje voor is wat ik dus niet ken. Maar dat vlechtje, ik kan me niet voorstellen dat dat kan. Tenzij je steeds een roze en een groene sliertje afwisselt. Maar zo staat het er niet in. Eerst de ene toer helemaal afmaken en dan pas de volgende. Dus ik weet het niet hoor, maar dit is bij mijn weten niet mogelijk. Want je zit altijd met dat je werkdraad dan ergens onder zit. Dus dat is leuk, van je kan ook een vlechtje doen. Volgens mij kan dat dus gewoon niet. Mocht er iemand zijn die wel weet hoe dat kan, dan hoor ik dat graag. Maar ik zou niet weten hoe. Want je kan niet je hele werkdraad er doorheen doen. Dus ik maak hem gewoon lekker af. Zoals ik dat steeds zal doen. Want ik vind dat ook leuk. Drie lossen. Werk je draaien. Zorgen dat je wijsvinger boven blijft. En de middelste van je lege stukje pakken. En daar een vaste in haken. Ja, dus nou, ik maak het even af en dan laat ik het nog even zien. Nou. Ik denk dat het zo moet. Het ziet er in ieder geval uit zoals op de tekening. Dus ik ga ervan uit dat het zo moet. Maar ja, het kan zijn. Misschien zit er wel iemand uit Marken te kijken die nu met kromme tenen zit. Je doet het niet goed. Dat zou kunnen. Als dat zo is, dan hoor ik dat heel graag. Want ja. Ik doe maar wat ik denk hoe het moet, hè? Want ja, dat zeg ik, dat staat dus gewoon niet duidelijk in de beschrijving. Wat wel leuk is, is dat je eigenlijk zo al hartstikke leuk armbandje hebt. Dat dan weer wel. Dus mocht er iemand zijn die dit ziet en zegt je doet het helemaal fout, laat het me weten. Maar ja, ik kon geen andere manier bedenken dan dat het zo moet en dat dat vlechtje wat ze zo leuk vertellen dat dat ook heel leuk is, dat dat dus niet kan. Maar goed, mocht het anders zijn, dan hoor ik dat. Wel een leuk, ik vind het wel leuk. Het is even vogelen, maar dan heb je ook wat. Ik vind het heel grappig. Zeker zo met die drie kleurtjes. Ik denk dat ik er een sluitingje aan ga maken. Armbandje. Kan ook een boekenleggertje zijn. Oh, dat is ook leuk. Een boekenleggertje, maak ik er een paar kwastjes aan. Ook wel leuk. Sleutelhanger. Kan ook nog. Nou ja, mogelijkheden genoeg. Het boezelhaakje, tenminste. Zoals ik denk dat het moet. Nou, toch leuk. Vindt er wel grappig uitzien. Nou, zij doen dat dus van heel fijn garen. Maar je kan het ook van hele dikke wol doen. Net wat je doel is, want ik kan me voorstellen, als je dik garen neemt en dan met name een beetje wollig garen, wat een beetje opfluft, en je neemt een naar verhouding een beetje dunne haaknaald, dat het een beetje stevig in elkaar komt, dat je ook een hele leuke, een tashengsel of een ceintuur of een rand langs een trui of nou ja, mogelijkheden genoeg. Ik denk dat dat heel leuk is. Dus, nou, mocht je ermee aan de slag willen. Veel plezier ermee. Wat je ook nog zou kunnen. Ik zit, nu liggen ze zo onder elkaar. Maar je zou dus dan ook hier nog zo'n zigzagje kunnen maken. Ik ga dat niet doen, maar het zou kunnen. Ja.
Nou, misschien dat ik het even buiten beeld. Misschien eigenlijk best leuk. Nou, niet nu in ieder geval. Goed, het boezelhaakje. Ja, dat was hem weer voor deze week. Maar niet voordat ik heb aangekondigd wat er de komende week nog op mijn kanaal nog meer te zien is. Aankomende dinsdag, 30 juli, verven met schillen. Ik had gele uienschillen, rode uienschillen en avocado schillen gedroogd. Daar ben ik mee aan het soort van ecoprinten geweest. Ik heb dat gestoomd met lapjes linnen en katoen. En dat gaf hele verrassende resultaten. Die video gaan jullie dinsdag zien. Laat ik stap voor stap zien hoe ik het doe. En natuurlijk uiteindelijk dan pak ik ze ook allemaal uit. Want je rolt het heel stevig op om een stokje. Dan bind je dat heel strak af. En dan aan het eind van de video dan maak ik ze natuurlijk allemaal open. En het is best verrassend wat eruit komt. Dus ik vond het zelf heel leuk. Als ik ze losrol, dan zie je in die video, dan zijn ze nog nat. Maar goed, ik moet natuurlijk ergens die video afsluiten. Inmiddels zijn mijn lapjes helemaal droog. Maar dat laat ik nu nog niet zien, want dan heb ik natuurlijk al weggegeven wat er in de video komt. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar volgende week in mijn draadje, dan laat ik de lapjes even zien als ze helemaal, zoals ze helemaal droog zijn. Donderdag, 1 augustus, aankomende donderdag, Sashiko meets Fiji, deel 3. En dan laat ik de tweede steek zien, hoe je die doet. En zaterdag, 3 augustus, als alles gaat zoals het gaan moet, draadje door de week nummer 126. Dus, voor deze week, ik hoop dat je het leuk vond. Als dat zo is, geef even dat duimpje omhoog. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken. En misschien tot de volgende keer. Doeg!